Hallo, we zijn in Barsingshausen en ik ga jullie... Dat mag met meer energie, kom op. Kom, als je zo kritisch gaat lopen, doen, gaat het een hele lange middag worden. Oké, we zijn in Barsingshausen en ik ga jullie meenemen in een roomtour, hoteltour door ons schitterende hotel. Kom mee. Nou, dit is ons restaurant. Hier eten wij 3 keer per dag. En hier staat het buffet klaar met eten, wat steeds voor ons wordt gemaakt. Gezonde maaltijden. En Frank van der Stelt kijkt erop aan dat iedereen het juiste pakt en de hoeveelheden. Hier legt Bert voor elke training de setjes neer, wat hij heeft gewassen. Dus hoeven we daar niet... Mijn setje is al, heb ik al aan, want we moeten straks weer over 2 uurtjes weer beginnen. Nou, dit is dus onze gym. Hier gaan we, als je hier kan zien, gaan we fietsen voor de trainingen. En activeren op matjes, en dat kan hier en dat kan buiten op dat blauwe stuk. En foamrollers, dat is belangrijk natuurlijk als je veel traint, een beetje uitrollen tegen stijfheid. En we hebben hier beneden nog een zwembad. Daar zal ik jullie nu even mee naartoe nemen, als ik het kan vinden. Nou, dit is het zwembad. We zijn hier vaak te vinden, lekker ontspannen na de trainingen. Nou, dit is de fysioruimte. Hier worden wij behandeld en klaargemaakt voor elke training door Wouter, Jesse en Ruben. En dit is Bert, onze materiaalman, oudkeeper van Groningen en legende in Droogham. En onze nieuwe teammanager Matthias. Gaat je goed af, Jan? Ja, na mijn carrière wil ik eigenlijk ook weer op gaan pakken, denk ik. OogTV of zoiets. Ja. Als ze kijken, mogen ze bellen. En dit is waar... Nee. Ja, dit is het hoor. Kijk, nu wordt het leuk. Dit is een kamertje. Moet je nou echt hier naar binnen stappen? Ja, ik heb jullie pas. We zijn echt bezig. Heel ja, kijk, het is zo vermaakt de jeugd zich ja, man, op trainingskamp. Warzone, heb je Romano, Daniel van Kaam, nieuwe parel, Luus. Nou ja, dit is ons trainingsveld dus. Zoals je ziet, goed veldje waar we goed kunnen trainen en voor kunnen bereiden op zaterdag tegen de wedstrijd Hannover. Ik hoop jullie daar te zien. Zijn er nog kaarten? Ja, ik hoop jullie daar te zien en er zijn nog kaarten beschikbaar, dus koop ze, zou ik zeggen. Even een kleine quiz. Als jullie kunnen vertellen wie deze jongen is en waar hij voetbalt, maak je kans op de schoenen van Daniel van Kaam. Even reageren onder het filmpje en dan regelt Groningen de winnaar. Dus als jij kan vertellen wie deze jongen is en waar hij voetbalt, maak je kans op de schoenen van Daniel.